Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft vanmorgen aan 17 geslaagden van de beroepsbegeleidende leerweg niveau 3 hun diploma uitgereikt. De groep bestaat uit 3 heren en 14 dames en de geslaagden worden allen nu als volwaardige verpleegkundigen gezien. Volgens Fawzia Niamut, verpleegkundig directeur van het AZP, kunnen verpleegkundigen het verschil uitmaken als zij correct hun werk doen. Zij stimuleerden de geslaagde verpleegkundigen om door te studeren, zodat zij niet jaren op de plek blijven waar ze vanaf vandaag zullen beginnen. Maar als we soms een spiegel voorhouden en zeggen, doe wel wat we moeten doen. Geef we die liefde die we moeten geven. Of denken we, oh God, ik moet weer komen hoor. Ik moet opstaan, ik moet mijn werk komen, doe mijn ding en ik ga weg. Die ownership wat je moet hebben, niet alleen bij je patiënten, de zorg naar de patiënten toe, maar het heel totaal beeld. Niet jouw ding, is onze ding. Ik moet mijn ding doen en ik loop weg. Nee, we moeten met de patiënt communiceren. We communiceren niet meer met patiënten, of wel? Ik hoor niets. Praten we met de patiënten en zeggen, hoe gaat het met u meneer en mevrouw? Hoe hebt u geslapen? Hebt u nog pijn gehad? Of praten we over de patiënt? Hoe was Asago? Ik heb gisteravond, ben ik in die show geweest, terwijl je bezig bent met die patiënt. Toch? Patiënten worden mondiger. Volgens Caroline de Baas, hoofdinspectie verplegende en verzorgende beroepen IVV, moeten problemen van medische organisaties eerst intern besproken worden alvorens ze stappen naar de IVV. Ook zij gaf de geslaagden verder mee dat zij door moeten studeren en niet moeten blijven op de plek waar zij nu zijn. Ik zie hier voor mij verloskundigen, ik zie hier voor mij ICU-verpleegkundigen, ik zie zoveel dialyse-verpleegkundigen, toch dat zie ik hier allemaal. Want het begint vandaag, na vandaag gaat het echte werk beginnen. U gaat een inwerkperiode hebben, waarbij u, sommige van u doet misschien al verantwoordelijke diensten, sommige zijn zo knap, zo flink, om het zo uit te drukken, dat een zo heel vroeg al losgelaten worden. Men moet op je kunnen rekenen. Jij moet jezelf gaan profileren naar het hoofd van de afdeling toe, of naar je ziekenhuis toe. U bent degene die dat zal moeten doen. Toch? Je hoeft geen witte voetjes te gaan maken, maar je moet jezelf profileren. Dus van, ik kan het, ik ben het. En wees nieuwsgierig. Wacht niet totdat men je roept, er is een katheter daarom ingebracht te worden. Blijf nieuwsgierig, ik heb het al afgetekend. Blijf nieuwsgierig, ga het doen. Caroline de Baas, hoofdinspectie verplegende en verzorgende beroepen IVV van het ministerie van Volksgezondheid. Zij sprak vanmorgen tijdens de diploma-uitreiking aan 17 geslaagden van de beroepsbegeleidende leerweg niveau 3. De best geslaagde verpleegkundige is Anjali Gangaprasad. De uitreiking vond plaats in het auditorium van het AZP.